Zo, aangekomen bij het dessert. En dat bestaat dit keer maar uit drie items. Want het is namelijk een verrukkelijke moelleux au chocolat. Ja, moelleux zou je ook kunnen zeggen. Het is een beetje een moeilijke uitspraak, maar het komt uit het Frans. Want moelleux betekent eigenlijk zacht van binnen, krokant van buiten. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen nog niet helemaal gaar, waardoor die nog zo lopend is. En dat heb je doordat je een heel lekker chocoladecakeje bakt waar dan een ganache in zit die nog vloeibaar is en die er dan uitkomt. Dat ga jij thuis ook doen en dan kan jij de show stelen, maar wij hebben stiekem het voorwerk al gedaan. Want die moelleux die zit in dit doosje, in bakje 1. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is hem zelf afpakken, want dat is gewoon het lekkerste. Je wil hem warm eten. Als wij hem al zouden bakken, kun je hem wel opwarmen, maar dan stond dus de binnenkant. Dus dat is zonde. En hij heeft 10 minuten de tijd nodig. Dus je krijgt hem zo. Dan haal je dit eraf. Het bakpapiertje. Plaats je hem het liefste op een dunne ovenplaat of op een roostertje. In een voorverwarmde oven van 200 graden. Voor 9 à 10 minuten. En dat is een beetje afhankelijk van hoe sterk jouw oven is. Ik zou eerst 9 doen. En dan voel je een beetje aan de bovenkant. Want ik heb hier natuurlijk al wel de gare variant. En als hij daar stevig voelt, dan is hij goed. Dus deze in de oven, 9 tot 10 minuutjes en daarna eruit halen. Dan komen ze er zo uit. En verder hebben we het dessert heel simpel gehouden. Ik heb er lang over nagedacht om te denken, wat moet er nou nog bij? Moet er wel wat bij? En eigenlijk is zo'n cakeje zo al super lekker. Het enige wat je doet, is hem omkeren op het bord. En dan zou ik zeggen, hou dat bord erbij. Het bord ondersteboven erop en dan omdraaien, want dan weet je tenminste zeker dat hij niet kapot valt. Dat doe ik ook met de andere. In het midden plaatsen. Of eigenlijk nee, ik zeg wel in het midden, maar liever iets naar de zijkant. Want we hebben nummertje 2 en super lekkere crème fraîche. Heel Frans eigenlijk om crème fraîche te eten bij het dessert. Het gebeurt niet zoveel. Wij zijn geneigd er slagroom bij te eten en vaak ook gezoet. Maar dat vind ik juist zonde, want deze pure crème fraîche is en lekker fris en ongezoet. En dat balanceert eigenlijk dat cakeje weer perfect. Dus als je dat cakeje een beetje aan de kant schuift, dan doe je die crème fraîche erbij. Een goede lepel, zoals ook in het bakje zit. En dan trek je met die lepel een mooie lijn. En steeds iets dunner. Zodat je eigenlijk een mooie swirl op je bord hebt. En dan maken we hem af met wat geroosterde hazelnootjes. Want in het midden zit namelijk ook een klein beetje ganache met hazelnootlikeur. En wees niet bang, dat is verhit geweest, dus er zit geen alcohol in. Mocht je zwanger zijn, dus dat is echt geen probleem. Het is gewoon puur voor de smaak. En dan die nootjes maken het af. En natuurlijk om even te bewijzen dat het ook werkt. Niet dat je daar daarna pas achter komt. Dan maak ik hem even open. En kijk ik hoe die van binnen is. En dan zie je die super zachte ganache. En deze heb ik al zeker 5 minuten uit de oven. Maar hij is nog steeds mooi vloeibaar. Mm. En dat is echt een heerlijk toetje. Daar maak je iedereen blij mee. Ik zou zeggen, succes! De oven doet het werk wel. En vergeet niet weer een leuk fotootje te delen. En misschien wel juist van dat moment dat hij open gaat en dat die chocolade lekker uitloopt. Succes ermee!